President Desiré Bouterse is vandaag 74 jaar geworden. Ons staatshoofd heeft ervoor gekozen om geen feest te vieren, maar anderen blij te maken. In dit kader zijn er landelijk 500 sociale instellingen bedacht en zijn er 26.000 voedselpakketten gedeeld aan minder draagkrachtigen. De giften zijn mogelijk geworden door steun van ondernemers en uit de portemonnee van de president zelf. Bouterse herdenkt zijn geboortedag buiten de stad in familiekring. President Desiré Bouterse heeft laten doorschemeren dat de regering, waar het nodig is, ervoor zal zorgen om buitenlandse leningen aan te gaan. Dit zal volgens ons staatshoofd moeten voorkomen dat een aantal ontwikkelingsprojecten door gebrek aan financiën wordt gestagneerd of helemaal niet kunnen worden uitgevoerd. De Oppenheimer Groep zou als gerenommeerde financiële instelling bereid zijn om met Suriname in zee te gaan. Dat zegt president Bouterse in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. We gaan ermee doorgaan. Anders gaan heel wat projecten inderdaad komen blijven te zitten. Al de goede wetten die we hebben aangenomen. Maar at the end of the day zal er geld op tafel moeten komen. Dus ik weet het is in Suriname nooit goed, maar ik ben opgehouden om te lang daarbij te blijven stilstaan. Ik luister wel, want je moet altijd luisteren. Maar wanneer ik zie dat wanneer de kritiek eigenlijk alleen kritiek is en men niet weet waarover men praat, dan fiets ik door. Anders dan de kritiek vanuit de oppositie zegt het staatshoofd dat het buitenland genoeg mogelijkheden ziet om Suriname financieel te ondersteunen. Eerder werd er door de NPS-voorzitter Gregory Rusland er gewag van gemaakt dat de regering de Afobakadam als onderpand zou willen stellen om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning op de internationale kapitaalmarkt. Deze bewering werd ook ontkracht door de president. Ik denk dat de minister van Financiën de zaak goed heeft uitgelegd. We hebben een gewoonte hier in Suriname om niks te doen. En wanneer iemand dat doet, wordt het vooralsnog afgekraakt. En het is natuurlijk heel jammer om leken te horen praten over zaken waar ze geen verstand van hebben. Ik kan u zeggen, de zaak zit goed in elkaar. Wanneer gerenommeerde banken internationaal zich achter het project stellen, dan geloof ik niet dat we kunnen zeggen dat wij onverantwoord bezig zijn.